je of zo? Dat mag ze niet weten. Maar. Ik zoek namelijk naar die dag. Maar dat is waar, je hoort even een varkenskop in Zuid-Vlaanderen. Ja. Je moet op het jaar winnen, Sun, voor het NK. Van het stok? Kijk. Wat weer nou, mevrouw? Dan zeg ik, no rest, no fun aan jouw kant. Klaar voor de strijd, twee keer groen. Aan deze kant eentje zijn proeftrek nog van de Wekelaar. Die zeker wel de toer in de motor heeft. Maar dat absoluut niet op de grond krijgt. Jammer. Hier is het Gert van Welfhuizen in Bart Kluivel. Die we zagen hier. Nummer 3, maar die is er niet bij in de finale. Voor deze klasse op jacht gaat het, dat ik had heel hoog voor ons schat. Klas van Aarno, maar naar 96.90%. En ook hij.
Christelijk Snuffert in Turbo. Waar het rij maanden sinds die de goederen staat af is. Soms en van hun vels. Bij vijfje lang, koelstreer blik. Van een bonhollandslands en wat in de import en export van het voeren hier in Stoepenies. Die witte lijn, jongens, maar het is maar centimeters werk, maar wel op de goede kant. Moet er hebben, jongens, we gaan kijken naar de man die tweede staat in de competitie. Next Sensation, Jurgen Dijk. Je rijdt zich in full pull. Hij hoeft niet te remmen, dat is natuurlijk het grote. Oké. Rocky Fan, waar is Huibrechts? Nou, is hij net niet onder? Dat is goed. Die uitlaatspruitstukken rondgloeiend erop kan vertrekken waar de sticker van verwerven. Het enige groene is dat deze voor de rest rood met grijze Messi. Zoals die wezen moet. Kijk, luister en huiver naar een V8. En dan valt een druk op een gegeven moment weg. Maar als wij gaan hier kijken naar William de Vos, Extreme Temptation. De 335, een schat op de buiten, een woordroep van wat ze betekenen. Rocky time!
Awesome.